Gisteren in Amsterdam en vandaag in Groningen op de Grote Markt. Een demonstratie tegen geweld richting mensen van kleur. Sinds in Amerika een donkere man overleed nadat een politieman zijn knie minutenlang in de nek van de man hield, ontstonden in het hele land demonstraties. Nu dus ook in Nederland. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen zijn die met ons mee komen demonstreren voor Black Lives Matter. Niet alleen maar in Amerika, maar ook in, zeg maar, over heel Europa en in Nederland. En dat is het doel, hopelijk, om gewoon zoveel mogelijk te verspreiden het woord. In Amsterdam was het behoorlijk druk en de 1,5 meter afstand kon niet worden gewaarborgd. Dat moet in Groningen anders, vindt de plaatselijke VVD. De VVD roept op tot een demonstratie die binnen de coronaregels mogelijk is. Dus het aantal mensen wat zich binnen de door het RIVM gestelde afstand kan bewegen en kan demonstreren. En niet hutje-mutje op de Dam zoals gisteren is gebeurd. Dat willen wij hier niet op de Grote Markt. De organisatie Black Ladies of Groningen kijkt met gemengde gevoelens naar de demonstratie in Amsterdam. Dan zie je gisteren ineens wat er in Amsterdam gebeurt. Ja. Wat denken jullie dan? Het was wel heel optimistisch omdat er heel veel mensen waren. Dus we dachten, oké, dit is wel fijn, het wordt gehoord. Heel veel mensen zijn er om met ons samen, zeg maar, nou, te protesteren, te demonstreren. Het was wel even dat we dachten, oké, we moeten wel denken aan de maatregelen. Want we willen zo weinig mogelijk problemen daarmee. Dus we willen zoveel mogelijk dat mensen mondkapjes dragen. Als je geen mondkapje draagt, willen we liever dat je niet meedoet. We willen ook dat je 1,5 meter afstand houdt. En dat gewoon, we gaan X's op de Grote Markt zetten. Dat die 1,5 meter, dat daar de mensen kunnen staan. Dat het gewoon mooi, zeg maar, corona-vrij zou kunnen zijn. De kans bestaat dat mensen ook uit nieuwsgierigheid komen kijken. Ik hoop dus echt dat het niet zo is. Volgens mij is een demonstratie geen uitje. Je moet ook niet zeggen van ik ga niet demonstreren, maar ik ga kijken. En dat is waar ik dus inderdaad het bestuur toe heb opgeroepen. Neem daar maatregelen voor. Zorg dat dat niet gebeurt. Zorg dat we inderdaad op 1,5 meter van elkaar een vreedzame sit-in kunnen houden. Dat lijkt me fantastisch. En ik hoop dat we voorkomen, als dat niet dreigt te gebeuren, dat we dan ook actie ondernemen. We hebben, zeg maar, een microfoon en speaker. En we gaan zoveel mogelijk zeggen dat mensen gewoon hun afstand willen houden. Ja, als het echt, zeg maar, te erg wordt, dan willen we het gewoon uiteindelijk zeggen van nou, het moet nu klaar zijn. Want we willen absoluut niet dat mensen gevaar komen en dat er, zeg maar, te veel verspreiding zou kunnen zijn. Dus we willen het allemaal wel gewoon veilig houden. En ja, hopelijk kunnen we gewoon mooi tegen mensen zeggen dat mensen luisteren van oké, jullie moeten nu uit elkaar blijven staan. Want het is niet alleen maar hun eigen veiligheid, maar ook dat van anderen. Dus dat is ook heel erg van belang. Er zijn mensen die deze demonstratie van groter belang vinden dan de coronacrisis. Ja, dat vind ik dus schofferend naar alle mensen in de zorg die de afgelopen maanden knijten en knijten hard hebben gewerkt om de coronapatiënten inderdaad te helpen. Ik vind ook dat onze minister-president heeft opgeroepen tot een intelligente lockdown. Nou, Amsterdam heeft in ieder geval aangegeven niet om te kunnen gaan met een intelligente lockdown. Ik hoop dat wij hier in Groningen laten zien dat we dat wel kunnen. De demonstratie begint om 6 uur op de Grote Markt.